Ik overhandig de schaar aan de jaren. Botja, en nou iets rustiger dan daarnet. Dus je moet zo knippen, kijk. Je doet hem zo en dan doe je heel zachtjes. Even Botja een stukje opzij. Ja, zo ja. Rustig. Ja, knippen. En het kunstwerk is geopend. Yeah. Yeah. Ik heb de schaar terug, zie je? Ik ga weer. Kijk! Heet vliegen over mobiele volkstuintjes. Nou, dat is wel duidelijk. Dan heb ik een groot vliegtuig. En je hebt hier allemaal kleine tuintjes. Ik heb het zelf bedacht toen ik een keer met het vliegtuig thuis kwam van vakantie. Toen ik over Nederland vloog en dacht van, hey, allemaal vakjes, allemaal lijken net kleine tuintjes. En zo heb ik het kunstwerk bedacht. Toen kreeg ik opdracht van jullie school om een kunstwerk hier te maken. Ik dacht, nou, dat zou wel heel erg mooi hier zijn. De school heet de Startbaan. En dat was natuurlijk de startbaan weer waar vroeger, want het was echt een startbaan hier, voordat de school gebouwd werd. Zo is het ontstaan. Er zijn al een aantal klassen geweest die plantjes geplant hebben. Die zien allemaal kruiden vooral, maar ook dingen die al meteen te eten zijn, zoals bijvoorbeeld bieslook, peterselie. Even kijken, de aardbeien komen wat later, dat komt pas in juni. Die hebben nog bloemetjes. Maar het worden natuurlijk wel aardbeien, dus alles wordt eetbaar. En het heeft te maken ook met jullie projectweek die over smaak gaat. Ik ga even laten zien hoe je een plantje plant. Heb je een vraag? Ja? Ja. Vraag maar wat. Van waar heb je die plantjes eigenlijk? Die plantjes heb ik gekocht en sommige heb ik zelf gezaaid. Sommige klassen van jullie hebben ook zaadjes geplant. En daar zijn kleine plantjes uitgekomen. Dat heb ik zelf thuis ook gedaan. Ja? Ik laat even zien hoe je zo'n plantje plant. Even een schaar neer. Dit is bijvoorbeeld oregano. Dat is een heel moeilijk woord, maar sommige van jullie, wie weet misschien waar je het kruid op hebt, oregano. Houden jullie van pizza's bijvoorbeeld? Ja! En heb je dan wel eens wat groene stukjes erop zien zitten? Ja. Nou, dat is dit. Dat is oregano. Dan ga ik even een stukje afbreken. Ga ik een beetje in knijpen. Dan komt er de lucht vrij. Dan moet je het maar even doorgeven. Kan je even aan ruiken. Dat is echt heel lekker. Nou, ik moet maar proberen even. Als je aan een pizza denkt, dan vind je het weer lekker, denk ik. Geef maar door als je geroken hebt. We maken een gaatje. Ik kom met een vispizza. Nee, lekker is met... Vispizza. Ja. Ik ga even een gaatje graven. Net zo groot als de pot ongeveer is. Dat doe ik hier. Je moet het toch eens meten? Je moet een beetje meten. Je kijkt gewoon even hoe groot het bakje is. En dan ga je dat gat maken. Nou ja, dat zou dan heel diep zijn. Hè? Moet niet te diep en ook niet te ondiep. Ik knijp een beetje in de pot om de worteltjes los te maken. Ik hoop dat die los komt. Sommigen zitten heel erg vast met hun worteltjes. Die willen echt heel graag eruit. Die willen heel graag geplant worden. Bijvoorbeeld deze. Kijk, je ziet helemaal... Hij heeft zelfs wortels door die gaatjes gekregen. Ja? Gaan we een beetje losmaken. Als dat gaat. Even een beetje trekken. Deze is heel erg vast. Even met de schep kan je ook een beetje ruimte maken. Anders kan die niet... Blijft hij maar in de rondte groeien. Dus dat is wel heel belangrijk, dat ze een beetje loskomen. Ik zet de plant in het gat. Dan ga je een beetje de aarde die je net gebruikt hebt, ga je eromheen verspreiden. Dus dan ga je het rustig eromheen schuiven. En tot slot een beetje aandrukken. Dan is die geplant. Dan staat je oregano klaar. Deze applaus. Kun je al... Applaus voor de klant. En ook applaus voor de kunstwerk.